We hebben een mooi programma voor ons liggen. Om kort te gaan, dat zijn natuurlijk geschatte getallen, maar daar gaat zo'n 22 miljard per jaar om in criminele omzet alleen al in Nederland aan geld. En daarvan hebben we 160 miljoen ontnomen. Best wel pijnlijk, maar het is ook ingewikkeld, dat moet ik er ook tegenover zetten. 11 miljard transacties zouden we dan dus moeten screenen met z'n allen. Ja jongens, hoe gaan we dat doen? Nou ja, het begint natuurlijk met de vaststelling dat we 20 tot 25 miljard witwassen per jaar hebben in de financiële sector. Dat we nog niet eens 1% daarvan terug weten te vinden. En dat betekent dat er gewoon heel veel meer moet gebeuren. Nou, dat zit aan twee kanten. Eén, het aanpakken van poortwachters die niet functioneren. Echt strenger straffen, mensen persoonlijk aanspreken, dat soort maatregelen. Maar keerzijde is dat de poortwachters die wel meewerken, en mijn visie is dat banken dat op dit moment eigenlijk heel goed doen, de grote banken, dat we die ook meer moeten bieden. Meer samenwerking met de overheid. Er moet gewoon veel meer informatie gedeeld worden. Meld u zich even aan, want ik heb als start direct een aantal vragen aan u om even te polsen van met wie zijn we en wat weet u eigenlijk van de poortwachtersfunctie. Dus dit was ooit op nul registreren. Nee. Als ik kijk naar de rol van de FIU, dan kunnen we dus constateren dat FIU en de private sector automatische partners zijn. Wij zijn de laatste jaren heel intensief met de banken met name aan het werken om dat op een steeds efficiëntere manier te doen. En wij ook steeds meer tot de conclusie komen, willen we echt een slag toebrengen aan witwassen en financieren terrorisme, dan kan het niet anders dan dat we die samenwerking fors gaan intensiveren. Please give him a big head. Rob Wainwright. Geef ons echt het houvast om effectief te zijn. Ja. Wij willen als bank, wij willen wel hoor. Ja. Maar we moeten wel de handvatten krijgen om daar echt iets mee te kunnen. De publieke partijen kunnen het niet alleen. De banken kunnen het niet alleen. Samen kunnen we zoveel meer. En die resultaten boeken en daarvoor gaan. Ja, die toon die hing, vond ik, als een rode draad. Daarvoor willen gaan vanavond. En dat vond ik ontzettend goed. In hoeverre zijn en wanneer zijn inbreuken op de privacy mogelijk? Met zware criminaliteit, terrorisme, no problem. Hè? Dan mogen we inbreuk maken. Nou, daar ben ik het ook mee eens. Ja. Maar ik vind dat bij wat we dus horen, hè, 500 syndicaten die bezig zijn het financiële systeem te misbruiken, op te blazen, met cyber, met alles. Dat vind ik een vorm van financieel terrorisme waarbij eigenlijk eenzelfde aanpak gerechtvaardigd is. Ja.